Vandaag de dag, te midden van de christelijke wereld, is de Pinksterbeweging de snelst groeiende. Een van de kenmerken van deze beweging is de manifestatie van een soort intelligente spreken van tongen tijdens de diensten, bekend als vreemde tongen of talen van de engelen. Er is veel controverse over wat deze talen zijn. Sommigen geloven dat zij de manifestatie zijn van de doop met de Heilige Geest, terwijl anderen geloven dat zij slechts een staat van trance of extase zijn. De eerste keer dat de manifestatie van de gave van tongen verscheen, was in het boek Handelingen, hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk beschrijft de verrassende gebeurtenissen in Jeruzalem op de feestdag van Pinksteren van het jaar 30 na Christus. Laten we drie belangrijke feiten bekijken om de manifestatie van de gave van tongen te begrijpen. Feit nummer 1. Op het moment van Pinksteren waren er mensen uit verschillende landen die verschillende talen spraken. De versen 5, 9 en 10 vermelden. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, Pontus en Asia, Frisië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene. En hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten. Feit nummer 2. Ze begrepen wat de apostelen zeiden. Kijk naar de versen 6, 7 en 8. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Feit nummer 3. De taal die zij spraken waren bekende talen. Merk op dat de tekst hun taal moedertaal noemt. Dit betekent dat in Handelingen 2 de gave van tongen Gods vermogen was voor de apostelen om de talen van andere naties te spreken. Om in die tijd het evangelie aan de mensen die in Jeruzalem waren te verkondigen, was zo'n capaciteit noodzakelijk. Ja, ik heb het woord taal gebruikt omdat de term taal afgeleid is van het Griekse woord glossa, wat natuurlijk vertaald kan worden door taal. Dus de gave van tongen is hetzelfde als het vermogen om andere talen te spreken. Maar weet je, de grote boodschap van Handelingen 2 is dat zonder de kracht van de Heilige Geest de christelijke kerk nooit het evangelie over de hele wereld zou kunnen prediken. Als de apostelen in hun tijd de Heilige Geest nodig hadden, hebben we in onze tijd nog meer de Heilige Geest nodig.